Welkom terug bij Haggis TV, Sonic the Hedgehog 3. We zijn in Carnival Night Zone. Dit spel Carnival Night Zone. Dit spel heeft ballonnen. Dit level heeft ballonnen. Oh kut, we zijn even in de Jumbo vergeten een ballon te pakken. Shit! We waren in de Jumbo en we kwamen binnen en er stonden ballonnen. En Cas wou per se een ballon hebben. We zijn dus vergeten te pakken. Die is die vergeten te pakken toen we uit de Jumbo gingen. Omdat hij een aandenken van dat hij in Zwolle was geweest. Een Jumbo ballon. Hallo Jumbo! Jij bent er weer eens niet bij, hè? Nee, ja, daar ben ik nog niet. Ah, daar ben je weer. Ja, dit liedje. Is het een grijpend beentje? Als hij hem maar niet pakt. Innuendo. Maar we moeten nog één emerald, toch? Ja, nog één. Ja, oké. In dit level kan ik er ook wel een paar vinden. Van die speciale ringen. In het volgende level is een ijslevel. Daar heb ik eigenlijk nog nooit een grote ring gevonden. Maar dat komt omdat ik daar meestal alle emeralds al heb. Of ik heb er wel eens één gevonden misschien. Maar als je een grote ring vindt met alle emeralds, dan krijg je 50 ringen en dan kun je meteen super Sonic worden. Meteen? Ja. Je hebt 50 ringen nodig om super Sonic te worden als je alle 7 emeralds hebt. Dus als wij ze met alle 7 emeralds hebben, dan kun jij super Sonic worden. Ja, maar jij kan super Tails worden met 14 emeralds. Dat is een beetje naaierig, maar ik weet niet of dat kan als je met z'n tweeën speelt. Daar heb ik niet veel aan, want ik kan het toch niet. Maar wat kan super Tails dan? Word ik dan super rood? Tails, die krijgt 4 vogeltjes om hem heen en die vogeltjes die vallen voor hem alles aan. Oh, dat kan ik niet. Dus dan hoef je zelf niet eens meer wat te doen. En Tails, die is al degene die normaal alles moet aanvallen. En ja. Super Tails valt niet eens meer niks aan. Ja, dat zijn vogeltjes dat voor. Heb ik gemerkt. En Super Tails kan de vogeltjes dansen. Okay. Ja. Jammer hè. Maar hij heeft wel een ballon. Ja. Nee, dat is ook een grapje. Maar verander ik ook van kleur? Ja. Word ik rood? Nee, je wordt een beetje Super Saiyan-achtig of zo. Super wat? Super Saiyan. Wat is dat dan? Oh, van Dragon Ball Z. Kicken. Nee, dat is niet kicken. Ja. Wil je weten wat kicken is? Nee. Crystal Meth. Ja, jawel. Absoluut niet. Honderd. Wat is een waterschild? Oh. Maar die had ik al. Oh. Nee! Dat was de verkeerde kant. Ik viel naast de kaatsbal. Tegen de kaatsbal aan. Je wilt het liefst een elektrisch schild. Dat zijn gewoon awesomes. Even zien. Ik weet in het tweede level van dit level. Wauw, goed hoor. Tweede level, ja. Weet ik wel een grote ring te vinden. Hier weet ik het niet echt uit mijn hoofd. Soms vind ik ze toevallig. Ja. Oh, nee, daarboven zit er volgens mij één. Maar dan moet je helemaal boven komen. Dat ding gaat omlaag, dus ja. Dan kan je niet omhoog komen. Ja. Die barrels, die bewegen kut als je niet weet hoe het moet. Als je wel weet hoe het moet, dan is het makkelijk. Kikken. Wauw, bedoel. Tette! Yeah. Oh, barrel. Do a barrel roll. Oh, die niet. Oh, we komen bij de eindbaas. Zie je, ik viel zo erg naar meteen naar beneden. Deze kun je niet echt raken. Hoe dan? Je moet hem met zijn eigen wapen raken. Zeg maar zo, en dan vliegt hij er tegenaan. Dus je moet het ding moet je omlaag krijgen en dan moet zijn driehoek er tegenaan vliegen voordat je helemaal beneden bent. Ja, want dan val je er doorheen. Helemaal. Ga bovenop staan. Cause I'm on top of the world. Zie je, ik sta boven omdat ik beter ben. Oh, je mond kras. Bordje. Nee. Hey! Waterschild! Wow. Boing. Peace. Bitch. Peace, bitches. Kan ik wel niks zo. Ja man, ik ging even keer komen. Oh, hier werd ik een ring te vinden, maar moet je links inhouden vanaf het begin. Kijk. Oh, ga nu recht. Nee, ik ben te laag. Je moet dan op dat ding komen. En dan helemaal omhoog. Met Tails is dat op zich wel makkelijk. Oh. Oh, wauw. Zeg maar,
Nou, dat gaat nooit weer lukken. Je moet helemaal bovenop. En dan vanaf boven en daar is dan zo'n speciale ring. Dit slaat nergens op. Dat is een coole shit. Nou, die hebben we al niet meer. Maar later in het level is er... ja, er zijn nog wel een paar hier. Die ballonnen, daar komen luchtbubbels uit, hè? Welke? Die ballonnen die je onder water kan knappen. Dat is nergens een ballon. Oh, hier. Bonus. Ja, dit is weer gokken. Sonic, Robotnik, Knuckles. En wegwezen, want ik heb niet meer dingen nodig. Ik neem een casting. In één keer zijn bakjes. Gaat niet zo goed, hè? Ik vind het wel een beetje op casino lijken. Oh, kom op. Jij moet echt beter gaan helpen, hoor. Ik moet echt beter... Ja, wat moet ik doen dan? Dan moet ik het vijanden doodmaken. Ja, maar dat als ik de helft van de tijd uit het scherm ben... Dat is je eigen schuld. Ja. We moeten hier naar rechts. Nee, dat moet niet, maar... Je wilt graag naar rechts. Ik wil graag naar rechts. Oh mijn god. Zie je, die moet je doodmaken. Ja, maar ik was daar toch niet. En dan moet je daar wel zijn. Nu heb ik geen ding. Fuck it. Dat doe ik wel als ik met iemand speel die beter is. Nee, dat is moeilijk te vinden hoor. Ik heb één keer met een klasgenoot gespeeld, maar die was net zo stil als jou. Net zo slecht. Ja, slechter. Net zo goed. Nu ben ik fucked. Nu moeten we... Maar kijk, je weet hoe die werkt. Ik val. Oh, wacht. Kijk! Wacht, hier is ook een, geloof ik. Dat ziet het wel uit. Oh, niet. Ja? Ja, hier is er een. Ergens. Maar hier kun je vanaf het begin ook al zijn, als je dus wel bovenlangs gaat. Dan heb je echt geen enorme shortcut. Daarom wou ik ook zo graag bovenlangs. Waarom? Ja, waarom val ik steeds in? Oh, daar bovenop komen. Damn. Jouw hulp bij nodig. Ja, oké, dat kan ik wel. Een leven. Sorry hoor, maar ik wil gewoon verder met het spel. Oh, hier! Hierin, denk ik. Nee, ook al niet. Je kunt er hier ergens in en dan val je weer naar beneden en dan heb je ook een grote ring. Geloof ik. Maar, ja, dan moet je wel een beetje... Oh, je moet hier gewoon heen. Ik word echt confused van dit spel, want... Ik zie overal verschillende soorten kleuren. Helemaal gek. Ja, dat niet alleen. Maar ik kan de grote ringen niet vinden die hier zouden moeten zitten. We zijn al redelijk lang bezig. Nee. We moeten nog één grote ring vinden. En het lukt ons gewoon. Ah, we zijn al bij het einde. Oh nee, wacht. Hier gaat hij het licht uit doen. Ah, man. Oh, heb je het licht op? Spannend. Spannend, hè? Maar ik dacht dat Knuckles en Sonic eigenlijk altijd hele goede buddies waren. Ja, dat worden ze later, maar in dit spel leren ze elkaar kennen. En Robotnik die heeft Knuckles voor de gek gehouden. En het zijn niet zulke goede vrienden. Ja, dat wel. Zo kan. Doe het net zelf ook twee keer, maar... Nou, het is donker. Want ja, als het licht uitstaat, gaat mijn broek ook uit.
En alle meisjes kijken me na. Vanwege zijn kleine pik. Nou ja, ik weet niet waarom, want het licht staat toch uit. Dus dan is mijn kleine pik nog minder zichtbaar. Wow! Oh, heftig zit dit. Ik weet echt niet, er moet hier ergens wel een grote ring zijn, vind je? Ja, natuurlijk. Dat is niet meer waar. Zit de meeste altijd zo verstopt? Ja, heel erg. In Mushroom Hill, dat is het eerste level van Sonic & Knuckles waar we straks komen. Ja. Die heeft ook echt 7 ringen of zo. Die heb ik wel een keer allemaal gevonden. Dat vond ik echt super zacht. Of Hypersonic kun je dan worden met 14 emeralds. Hypersonic? Ja. Dat is nog dat tekentje van Sonic. Ja, ik weet ook niet precies waar het op slaat, want ja, dan kun je niet meer verdrinken, geloof ik. Maar ben je ook geel voor, kan ook een hele andere kleur. Ja, je wordt alleen maar echt, je lijkt op God. Oké. Heb je ook een baard? Nee. Dat is wel jammer. Heb je mij ooit met een baard gezien? Nee. Dus dan... Licht! Nou meer, geen God. Dat is mijn conclusie. Hier moet er ook een zijn. Ik krijg een schild. Ik denk dat dit je gok is. Ja, je hebt gelijk. Dus heb ik gelijk. Daar heb ik niks aan. Nou, Sonic & Knuckles gaan aanbar om hun verschillen bij te leggen. Ik ga hier weg, als het spel me toelaat. Nee. Jawel. En jij vliegt meteen. Ja. Sonic, laat me met rust. Ik wil niet dat je aan me zit. We zijn al even aan het spelen, hebben we nog niet eens een echte helppauze gehad. Nog een echte. Maar waar moeten we om huilen dan? Om mijn skills. Volgens mij zit het daar bovenheen, maar dat weet ik niet zeker, want het hele level lijkt zo op elkaar. Ja, maar jij gaat steeds harder. Ja, dat moet ook, want dan zit je vast. What the fuck? Zwaartekracht. Oh, hier zit er onder een. Voor zover ik weet. Tenzij dit weer een stuk van... Moet je daar onder komen? Nee, ik spring weer omhoog. Ik kon omlaag springen. Als dat logisch is. Omlaag springen? Oh, ik ben eronder gekomen. Ik weet het niet. Ja, omdat je een lul bent. Hier, ik spring omhoog. We zijn al bijna... Oh, ik zit er nu ook om. We zijn al bijna 10 minuten met dit level bezig. En dat betekent dat je, zeg maar, doodgaat. Echt waar? Ja. Hier is geen grote ring, hè? Fuck, heb ik het me weer verkeerd. Oh, we zijn nu bij het einde. We gaan onderlangs. Oh ja, dit is de bonus. Nu weet ik het weer. De bonus? Ja, de bonus. Oh, nu gaan we super snel. Oh nee, de bonus is er niet. Het is zeg maar zo, als je onderlangs gaat, dan heb je een einde waar je de eindbaas niet tegen hoeft te vechten. Maar ik weet niet of dat met Sonic kan, of dat het Tails en Knuckles only is. Maar er zijn 2 uitgangen in het level en in 1 hoef je de eindbaas niet te doen. Volgens mij kan dat als Sonic openen. Oh kut. Jij moet tegen me aangevliegen, want anders redden we het niet onder de 10 minuten. Je moet echt tegen... Ja, dat kan ook wat jij doet. Gewoon... Ja, aan de onderkant dus. Doe het gewoon. Ja, dat wordt... Oh, dat wordt niet. Je kan mij optillen en er tegenaan gooien, dat kan ook, ja. Dat is niet. We moeten hem verslaan voordat de timer op 10 minuten is. Yes! Yes. Dat was een lang level. Ja. Nou, we kunnen nog een leveltje doen, maar. Kan dat wel? Ja, alle delen zijn nu toch al tyfus lang geworden. En het is pas het derde deel. Ja. Maar er wordt hier en daar ook wel wat uitgeknipt, denk ik, dus. We schieten nu naar het volgende level toe. Okay. En dan gaan we snowboarden. Oké. Okay. Ja, jij niet, ik. Okay. Lullig, hè. Oké. Okay. Nieuw. Je bent zo cool.
echt een swag fact. Vind je? Ja. Dank je. En een lawine. Een lawine. Ik wil nu eigenlijk wel eens nog een emerald. Ja, ik ook. Moet je wel vinden. Ja man, die in het vorige level hebben we gewoon glashard gemist. Kijk goed. Het was ook zo donker. Ja. Je bent er nog steeds niet, hè? Nee, je bent soms een beetje vijf niet. Die level is zo vet. Volgens mij ben je daar. Yes, kom. Penguins. Penguins zijn het kwaad, man. Oh, kom op. Dat is kut. Moet je helemaal naar boven toe? Ja. Sorry, man. Penguins. Goedendag, meneer Penguin. Ik weet mijn samenheid niet. Mag ik uw bestelling opnemen? Nee, ik ben een penguin! Kas, nu je hier toch bent, heb je nog een leuk idee voor de grote avonturenshow, het vervolg op Ik heb een steen? Leuk idee voor een tekenfilmpje. Wil jij een condoom kopen? Maar die heb ik niet meer. Nee. Oh. Nee, dat ga ik niet. Nee. Oh, hier ook een grote. Maar je gaat wel een deel 2 maken. Nee, het wordt een vervolg op Ik heb een steen. Maar. Ja. Volgens mij moeten we hier ook iets doen. Maar. Hier, kijk dan. Dit is ook een oneindig stukje dat oneindig doorgaat. Ja, dat dacht ik. Kijk, ik heb een steen. Oh. Dit is van ijs. Vlieg hem achteraan. Huh? Wat? Heftige shit. Dat gebeurt nooit. Nou, je zag het. Glitches in de club. Volgende level boven de grond. Oh god, vlieg maar daarheen. Tails! Ik vlieg er zelf al heen, fuck ja. Yeah. Oh my god, dan maar onder, man. Nee, dat kan niet. Want dat gaat ook oneindig door. Waarom heeft dit level zoveel oneindig door dingen? Ja, en niet meer vlieg heen. Echt wel eens een dingetje tegenkomen. Maar... Oh wacht, ik weet er in het volgende level ook weer een, maar dan gaan we daar zeker ook weer voorbij. Ja, waarschijnlijk. Oh, we zijn buiten. Oh wacht, misschien weet ik er één. Misschien weet ik er één. Misschien mountain kom. Nee, daar niet. Hou op met zingen. En kijk. Vermaakte kijkers. Hobbit. Jij vermaakt de kijkers. Ik vermaak die kijkers. Ik denk dat je ze een hartaanval bezorgt. Nou. Maar kijk deze dan stoer doen. Dat raakt niet op. Ja, je moet hem gewoon 6 keer raken. Jij kan er tegenaan vliegen. Doe het. Doe het. Vlieg. Oh man. Ja, nog een keer. Kom op, kom op. Yeah. Oh, watch it.
geeft. Boy. Nou. Oh, die had ik beter in het volgende level kunnen pakken. Nu gaan ze weer weg straks. Nog een tv? Aan de linkerkant misschien? Laat hem even aan de linkerkant vallen. Nee. Ja. En nu gaan die 20 ringen er weer af. Stomme ik. Een ringbonus. En een tijdbonus ook. Wie boos zegt, moet ook nus zeggen. Oké, bovenlangs is ergens een grote ring. Die ik weet. Moeten we wel bovenlangs gaan? Ja, moet even. Nou, ik denk dat het zo wel kan. Ja, dat kan ook. Oh ja, met elektriciteit. Dan kaatsen die stekelballen van je af. Dus je kan iemand gewoon raken. Oh, dat is cool. Kijk. Zie je? Bijna. Je hebt hele goede timing nodig. En we weten allemaal dat ik dat niet heb. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar boven kan, maar dit gaat weer naar beneden. Dus dat is niet wat we zoeken, dus jij moet mij naar boven vliegen. Oké, dan moet ik even weer komen. Als daar iets is, want dat weet ik dus ook niet, maar dit gaat weer omlaag. Yo. Sneller! Ah, er is helemaal niks. Ik dacht, krijg ik boven het level langs. Oh, hier, zo kom je boven. Gewoon meegaan met de flow. Yo. Ik weet niet of daar links een ring was. Maar die muur had geen opening. Oh, kijk. We zitten nog steeds boven. We zijn echt helemaal boven in het level. En dat zijn vaak de vetste wegen ook, hè? De coolste paden en zo. Ja, hier is het. Maar dan moeten we heel voorzichtig zijn, want anders vallen we. Ik denk dat ik eigenlijk hier naar boven moet. Oké, dus we nemen even de helling, de looping mee, want dan gaan we heel snel. Ik denk dat het daar is. Ja, we gaan er voor wel gaan. We zijn wel helemaal boven weer. Ja. We gaan weer omlaag. Ah. Oh. Oh, gaan we omhoog. Oké, nice. Yes. Het is hier bijna. Ik durf het te zweren. Ik durf het te zweren. Oké. Weer. Oh, oké. Zie je een stukje terug, vriend? Dat is een nee. Maar het is ook niet mis. Maar... Oh, kut, een schild. Ik denk niet dat ik hem nog vind, eigenlijk. Oh, daar is die! Daar is die, bij dat stuk moet je omhoog. Ja, kijk of ik misschien heen. Ja, go. Ik ga bij alle drie. Nee, je moet een ritme ingooien, dan ga je snel. Dat is echt heel goed afwisseld. Oh! Ik stond op het randje! Nee. Maar het kan wel. Daar is die, nu weet ik het weer. Ik dacht al de hele tijd, ja, hij zit bovenin, maar hij zit helemaal op het einde bovenin. Maar ik dacht dat we al bij het einde waren. Dan wordt het deel wel een beetje lang, eigenlijk, weet je. Je moet timen. Nee, dit wil niet met z'n tweeën. Oké, ik spring eraf. Hier is yes. Die. Oké, dit keer gaan we hem halen. Je moet eerst al die insluitdingen doen, want als je dit soort dingen doet, dan kun je er niet meer langs, zie je? Ja. Ik doe er meteen één. Hier op dit. Nou, hier kun je nog overheen springen. Maar je moet een beetje bijhouden waar je bent geweest. Want je kan je heel makkelijk insluiten, daarom is deze zo moeilijk. Deze vond ik als kind ook het moeilijkst. Die van Sonic en Knuckles, die zijn moeilijker eigenlijk. Maar daar zit meer een systeem in. En het is meer zo van red jezelf maar, weet je wel. En die hebben meer een systeem. Dat als je weet hoe die moet, dat die ook dan wel heel goed gaat. Ja. Er moeten er nog 8. Maar die zijn wel moeilijk te vinden. Ja. En we gaan steeds sneller. Oké, helemaal niet heen. Oh, daar zijn er 4.
4. Oh, wacht, ik zit daar rechts aan. Wat? Nee, links. Wat? Daar. Oh ja. Daar is hij. Timer. Yes! Ook op het nippertje hoor, want ik ging al bijna te snel om het nog te halen. Ja, maar we hadden het wel. Yeah, we hebben Super Sonic worden. Doe ik wel even bij deze eindbaas, dan kan ik het meteen laten zien. Kan ik nou ook Super Tails worden of dat niet? Nee, nee, nee. Oh, dat is denk het niet. Maar je kunt nog steeds gewoon meedoen en overal tegenaan springen. Oh, wat ik hoop dat ik niet uit het scherm spring. Ja, oh, hier. Ik kan niet terug. Nee, we kunnen hierheen. Dat is een soort shortcut en dan kom je bij de eindbaas. Super Sonic. Bing, bing, bing. Super Sonic heeft wel vettere muziek, maar dat is natuurlijk nu vervangen voor de bosmuziek. Maar hier, nu kan ik er gewoon tegenaan springen zonder problemen, zie je? Oh, maar je kan maar Super Sonic worden tot het einde van dit spel. Want aan het begin van Sonic & Knuckles, dan lever je al je diamanten in. Nou, maar... Want dan maak je er... En dan moet je ze opnieuw halen. Maar dan worden ze extra groot. En dan kun je hyper worden. Ik vind het wel goed. Ja, XXL. Dus, bedankt voor het kijken naar Sonic. En tot de volgende keer bij deel 4. Doei!